Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. Hè. Het is zaterdagavond, het is 7:15. Ik heb momenteel het nieuws ervoor. Ja, dat heb ik altijd. Ik moet altijd even nieuws luisteren. Ik ben met een vlog bezig. Komt dit filmpje nog bij? Ja, want ik zei nog tot later dinsdag. Dus dat doe ik dan ook. Ja. Hij komt denk ik niet vandaag online, maar morgen of maandag of zo. Ik zie wel wanneer ik de tijd voor heb. Wanneer ik hem één keer plannen. Hij moet ook nog geëdit worden. Dus ja. En ik krijg vanavond visite. Dus ja, daar kan ik ook niet al te veel gaan doen. Als hij maar kan werken, die computer daar. Ja, dan vind ik het best. En zo niet, ja, dan moet ik het opslaan en dan moet ik het morgenmiddag ergens weer verder gaan doen, dus ja. En maandag, ja, dan ga ik weer naar die tatoeëerder en daar komt mijn tatoe erop te staan. Daar ben ik helemaal gelukkig mee, ja. Mag ook wel, hè, want mijn man die is bijna een jaar weg. Dus dan ben ik blij dat hij vlak voor die tijd erop zit. Natuurlijk laat ik jullie af en toe even wat zien, maar niet continu, want ik moet het zelf doen. Nou, het voelt niet lekker. De ene doet wel pijn, de andere keer niet. En het is alweer een hele tijd geleden dat ik er eentje heb laten zetten. Dus wie weet doet het me nou wel weer pijn, meer pijn dan toen, dat weet ik niet. Maar dat merken we wel en ik zeg alleenig tot laters en maak er een hele fijne avond van. Fijn weekend als ik jullie niet spreek in die tijd. En tot de volgende vlog. Doeg! Ja, lieve mensen, er zit er alweer eentje te drinken. Hè? Ja. Een goedemiddag, lieve vrienden. Ja, het is zondagmiddag. Het is 11:51 op mijn horloge. Het is ook 21 januari. Ja, ik heb vandaag een afspraak met mijn pleegzusje. En dat is zondag. Wow, hoe doen we dat? De camera staat ook niet goed, dan maar even in mijn handen. En ik ben met koffie bezig. Maar ja, we zouden weer even met z'n tweeën naar iemand anders toe. Even lekker weg. Even uit de soort vandaan. Ja. Terwijl ik met mijn kop er niet helemaal bij ben. Maar wat wil je om deze dagen? En dat zal jou ook gebeuren als het jou zo was gegaan. Ja. Maar het maakt niet uit. Nee hoor, we gaan gewoon door. Ja, mijn hondje is buiten. Dan moet ik ook even in de gaten houden. Dat mijn water gaat zo koken. En ik moet nog even een broodje klaarmaken. Kijken of die klok stil staat. Ja, het is bijna 12:00. Ja, is ook zo. Toch bijna 1:00. Nee, ik ben een uur in de war. Ja. Maakt niet uit. Ze zou hier om 1:00 wezen. Dus ja, kan ik nog lekker even op mijn gemakje eten en weer bijkomen. En ja, ik neem jullie wel mee onderweg. Maar of ik daar bij die ander mag vloggen, dat weet ik niet. Dat denk ik van niet. Maar dat merken we wel. In ieder geval onderweg mag ik wel vloggen, want dat is openbaar. Haha. Lekker pe. Dus lieve vrienden, ik wens jullie allen een hele fijne, gezellige, liefdevolle, gezegende zondagmiddag. En tot vanavond. Doei doei.
meisje. Hallo, Jess. Ja, wij zijn eindelijk binnen. Gosje, ja, ik heb jullie eventjes meegenomen. Ik ben op visite geweest, samen met mijn pleegzusje. Weer bij iemand anders. Hier vlakbij, maar we moesten even een stukje rijden. Maar ik kom thuis, zoals ik je vertel. Dacht je dat ik in mijn huis kon komen? Nee. Ja, dat, wat er aan de hand is, nou... Ten eerste, de sloten die moeten nodig, die moesten eigenlijk ingespoten worden. Met anti-roest of kruipolie of weet ik veel wat. Maar ik kon de poort niet open krijgen. Ik kon de voordeur bijna niet open krijgen. Maar gelukkig is dat wel gelukt. Dus ja, al met al heeft het allemaal wel eens langer geduurd voordat het klaar was en binnen was. En etcetera. Dan moest ik de booster weer omrijden om in de schuur te zetten. Iemand anders heeft gevraagd van, kun je daar even kruipolie of wat dan ook erin spuiten? Nou, die heeft het dan gedaan. Dat... Boe! Koud. Ja, om zo lang buiten te moeten zijn wat eigenlijk niet nodig had geweest. Maar ja. En mijn hondje? Ja, die is blij. Die is blij. Ja, enkel daar heb ik een stukje troep. Ja. Allemaal koekruimels op de grond. Dat moet hij eigenlijk opruimen, maar meneer heeft niet zoveel zin. Nee. Maar komt goed. Ja. En ik ga koffie klaarmaken. En ik zal mijn dochter bellen, Karin, want die had me nodig. Dus ja. Dat komt allemaal goed. En ik zou zeggen, tot vanavond. Dat. Eet smakelijk voor degene die... gaan eten, nog moeten eten of al hebben gegeten. Ik hoop dat het jullie gesmaakt heeft. En tot later. Doei doei.